in São Filipe. São Filipe is een heel mooi, sexy vissersdorp met hutjes waar je doorheen kan kijken s'avonds. Met hysterische kerstverlichting, mooie ibissen, met hele dikke pelikanen. De vissers zijn net een uurtje geleden uitgevaren. We komen dan straks met heerlijke grote verse vissen aan. En die gaan wij dan vanavond heerlijk smullen. Kijk wat gaaf. De zwarte zijn de mannetjes en die met de witte beefjes zijn de vrouwtjes. Kijk, gezellig hier is een bedje. Nog meer bedjes. Zo met een beetje mazzel zien we pelikanen vliegen, maar die zijn er nu even niet. We zijn net op een excursie geweest op de Rio de Lagardos. Dat was echt onvoorstelbaar. We hadden zo'n kleine gids, die heette Ismaël. En we varen daar zo op. Eerst laat hij ons pelikanen zien en legt hij ons uit welke pelikaan de oudste is. Dus met een geel hoofd. The oldest one is hungry. Eat all the fish. All of it completely, and I'll throw a bag to the skeleton later. Oh, okay. He's swimming there very proudly, having this fish. Do you recognize some of them? Excuse me? You are very hungry. Recognize some of them? I almost recognize all of them. Nou, schat. We zijn op weg. Ja, lekker. We gaan een beetje varen. We zien ineens flamingo's. Die waren er gisteren nog niet, dus we hebben geluk gebracht vandaag. Ja. They are monogamous. You are also monogamous. Like we do, right? Yeah. You know, you look like Charles Bronson. Charles Bronson. But when he was young and good looking. Begint hij allerlei piep stil. Begint hij allerlei piepgeluizen mee. Ik zeg, nou, wat doen we? Nou, we zitten even een vishavik te lokken en die gaan we vis voeren. Geen vishavik zien. En ja hoor, er komt gewoon een vogel aanvliegen. Gooit de vis in het water en pak! One, two, three. Ja, daar gaat hij. You are great. That was wonderful. One fish for free for this hawk. Daar varen. En ineens stopt hij. Drie boomstammen achter nog een boomstam. Een krokodil. Nou, dat zie je niet eens als je er een meter vanaf bent, maar hij zag dat gewoon zo. Hey, krokodil. Kom eens. Hij ligt heerlijk in het zonnetje. Oh, he's not scared of us. He's what, 1 meter, 50? Ja, komen we weer bij flamingo's. Kijk naar visarend. Kijk, wat hebben we daar? The big one is the leader. Very beautiful. Oh man. He's proud. He's very proud. I love that. En later op zegt hij, nou ik ga eens even kijken of ik een zo'n horseshoe crab kan vangen. Horseshoe crab, prehistorisch beest, Jan helemaal enthousiast hè.
En een beetje langzaam varen. Springt in het water. Komt hij met een, eerst met een schaal. Van een, daar zat ooit een horseshoe crab in, maar die heeft zijn schaal even afgelegd. Dus dit is een... Zijn schaal is ook helemaal leeg. Gewoon een tweede huid. Ja, een tweede huid. Heel mooi. En dan gaan we weer. Even kijken. Springt in het water, komt hij met twee vrijende horseshoe crabs. Helemaal vol met horseshoe crab zaad naar boven. Het hebben die beesten. Ja, die man die had ogen als een soort piraat. Seems like he will change this shell. And he will get a new one. Dat jij dat zomaar oppakt, maar hij heeft ook geen klauwtjes of zo. Ja, het prikkert een beetje als je hem op je hand zet. Probeert hij het te bijten? Nou, nee, maar die puntjes die zijn een beetje... Kijk. Hij is gewoon niet echt heel tevreden. Nee, en die stekeltjes die voel je dan een klein beetje. Maar het valt wel mee. What's this stuff? Seems like they were mating. Oh, we interrupted. Oh, you brute. So they are always, they are all day like this. Yeah. They were mating, so this is a kind of a crab sperm we see here. Uh-huh. Mm-hmm. Good. And then we call it also, like I say before, the helmet. Yeah. Oh, that looks very good on you. Helmet. Yeah. Yeah, let's do it together again. Let's. So they can finish what they started. All they are is all day. Okay, there we go. Geweldig. Ready? Ja, daar gaan ze. Ooh. Good stuff. Wow. Yeah, happy. Thank you for showing us this. Beautiful. You're terrific. Dus wat hebben we nu gezien, Jan? Leg even uit. We hebben twee parende horseshoe crabs gezien. Hoe zeg je dat in het Nederlands, horseshoe crab? Paardenhoefkrab, helmkrab. Prehistorische helmkrab. Ja, ze zijn heel erg prehistorisch. Maar ze doen het nog heel erg goed, zoals je zegt. Ja, ondanks het prehistorisch, weet je wel. En ik had net gewoon horseshoe crab zaad op mijn handen. Ja. Maar dat kunnen niet veel mensen zeggen. Dat kunnen niet veel mensen zeggen, lekker. Ja. Nou, denk je dat je alles gehad hebt? Varen we weer terug? Zegt hij, oh, ik heb nog een vis. Schitterend. Ah, wat mooi. You make us very happy, thank you. En zeer gelukkig. Hé, schat? Heerlijk. En nu gaan we een cervezaatje drinken. Goedemorgen. Hoe laat is het? 7:30? Ja, het is al 7:30. Begin op normaal schema te geraken. Eerste keer dat ze niet wakker worden om 4:30.
s'nachts. Maar kijk dan ook. Het is ook helemaal niet erg om je vroeg wakker te worden. Het is echt geweldig. Ik heb nog nooit van die hysterische kerstallen gezien. Dat hier. Al ver su terreno.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Nou, we zijn eerst in Chichen Itza geweest en daar hebben we gehoord dat als je met je handen klapt, dat je dan het geluid van die vogels krijgt, teruggekaatst van de tempel, die de dode zielen ter hemelen brengen. We zijn nu in Uxmal, dat is hoeveel kilometer verderop? Nou, 100. En we staan voor een tempel en wat gebeurt er? Het is hetzelfde hier. Let op. Klein dorpje aangeland en hebben wat eten besteld. Nu wordt hier even een vuurtje, is hier net aangemaakt. En daarnet hoorden we ook een kip een beetje zielig doen, dus je hebt kans dat die zo meteen in onze soep terecht komt. Dat is dan een reus. Hallo reus. Kopen dat alles is uitgekocht. Alles? Ja, behalve dan de Mexicaanse sigaretten. Dus we gaan naar een volgend winkel. 500 kilometer verderop is er nog een andere winkel. Ze hebben de jungle hier nagebouwd, zie je dat? Ja. Zoals die stenen gevonden zijn ook.
achter de jungle man aan. Mexican size. Mexican size. Kijk, Olmec. Dit is een Olmec hoofd? Ja. Je zal het toch vinden als je door het oerwoud loopt? Nee, ze schrikt je echt helemaal te plek. En ze weten dus echt helemaal niks van het volk, bijna niet. En dan loop je dus door de jungle, lopen en dan kom je dit tegen. En ze waren echt ver voor de Maya's. Ver voor de Maya's. 3000 voor Christus. Ze hebben de steen gevonden op een plaats iets van 1500 kilometer in de jungle. En de stenen zijn, nou geloof ik wel, iets van 2000 kilometer versleept naar de plaats waar ze gevonden zijn. Want daar vinden ze de steensoort waar ze van gemaakt zijn. Jan is best groot. Zo groot is dat ding nu. Jeetje, wat een ding. Wat is dit voor meneer, Jan? Ja, kijk, er zit ook nog een adelaar omheen. Zo. En hij heeft een jaguar op zijn hoofd. Ja, heel gezien. En hij heeft een soort touw vast, maar dat wordt niet beschreven. Nou, dat zou weer het koord naar de onderwereld zijn of zo. Ja, je bent helemaal omzwermd. Ja. En koeien. Hola! Hola! Oeh, die is mooi. Oeh, die is mooi. Dat is heel mooi. Die zou ik gaan doen. Nu wordt het een beetje. Oh, die gaat wel. Ik moet even stoppen. Hè. Ah, even wachten, even stoppen. Kom, nou, je mag even door. Moet je wel opschieten. Ja. Maar niet komen. Zo. Ook leuk, hè? Op de weg. Het is nu een programma op tv waarvan als de man een vraag fout beantwoordt, er een enorm stuk met een heggenschaar van zijn vrouw haar haar afgeknipt wordt. En ze lacht wel, maar ze is niet blij. En liefje, wat denk je dat wij gaan eten zometeen? Ik heb geen idee wat we besteld hebben. Ze hadden twee dingen. Ik verstond van beide niet wat het was. Dus het zou zomaar kunnen dat het gefrituurde hertenballen zijn. Want ik heb al gezien dat er hier een hert achter de bar staat. Dat is wel opgezet. Maar het is een avontuur, maar het ruikt wel lekker. Oh, dus wat het ook is, ik eet het op. Bergstadje San Cristobal de las Casas. En zoals je ziet, ik ben aangekleed, want het is hier koud.
als in Nederland, maar zit op ongeveer 2 kilometer hoogte. Dus het is hier gewoon hartstikke fris, maar ontzettend mooi. Heel liefelijk. This one? Can I buy you? See? I'm from Kenya. The Kenya. Yeah, you went to Kenya, I see you. Momentito, momentito. Eso, dos o tres? Tres. Tres hier. Mira, este. Ese para. Ja, dat is heel gekomen. Even kijken hoeveel girls hebben we. We hebben 15 girls. Este no quieres Yo, niños. Ah, niño. Yo. Wow. Ja, dus dat gaan ze niet aan. De Mexicanen, als ze de gelegenheid krijgen om lawaai te maken, dan zullen ze niet maken. Kijk, die wagens die kom je ongeveer 18 minuten tegen. Het gaat over lekker water, aqua purissima. Maar ze hebben ook het liefst een tv, een radio en dan nog een transistorradio. Tegelijkertijd gewoon aan, zodat je deelt er 3 soorten muziek door moet krijgen. Misschien zijn ze doof. Dat zou kunnen. Zie je me wel, hè? Oh, dekkel. We zijn inmiddels 2 uur verder en het is echt niet meer om uit te houden van de hitte. Terwijl ik net een fijne poncho heb gekocht. Maar die is voor vanavond. Dus we gaan even in het hotel maar wat minder keer. En hier is het cool. Hier is het prettig. Kijk, vrouwen zien allemaal ook zo heel mooi. We voelen ons een beetje als Sneeuwwitje in de 7 dwergen in dit land. Omdat het allemaal zo klein is. Een klein kamertje naar het bed gaat omheen, zie je? Daar in de hoek. En dan dit allemaal zo mooi met visjes. En Jan die stoot nu zijn hoofd, want die past niet door deze deur. Gaat met de wc-manier die gewoon geen wisselgeld wilde teruggeven van 2 pesos. Die wilde gewoon. Nee, van 10. 10 pesos houden voor een onwaarschijnlijk smerig toilet. Maar we zijn nu aangeland op een schitterende plek. En dan zal ik even laten zien. Maar nu eerst een DJ. Door de jungle, Hans.
voor wat junglegeluiden. Oh, boomstam. Vind je dit? Ik heb wat horen ritselen in de jungle. Ik ga eens kijken wat het is. Volgens mij is het een heel groot beest. Oh, ik heb het gevonden. Het is een mens. Zie je iets, schat? Ja, ik heb hier een onderkaartje. Ah ja. Het lijkt wel van een krab. Zie je dat? Ja. Wat doet dat nou meer in de jungle? En ik vind hier dingetjes uit een rivier. Ja, dat kan kloppen, want dat stroomt hier veel water. Ja, maar we zitten hier op een berg. En ik heb hier een prehistorisch mes gevonden. Waar ze vroeger gewoon allemaal huiden mee schoonkrapten. En dit is een dinosaurus tand. Ja. Gebruikten ze ook vroeger om een gat mee af te kropen. Duidelijk. Dus het is hier heel interessant. Ik weet niet hoe het bij kijkers thuis overkomt, maar hier in de jungle is het sensationeel. Dit was een gedeelte van een wand, met gaten in. Ja. En aan de andere kant zaten vrouwen. Oh. Misschien als je zo naar de voren kijkt, een grote. Het is best te hard. Ja, ik zie daar een hele grote. Auw. Ja, daar die. Wordt hij gewoon opgeknaagd. En waar zijn we? Nou, we waren met de machete door het oerwoud aan het hakken. Toen kwamen we ineens bij de Blue Lagoon. We hopen alleen dat deze kleine jongens niet ook hele grote ouders hebben die zo meteen ook bezig gaan zijn met ons op te eten. Want dan wordt hier gewoon aan je geknaagd. Oeh, mooi bonita, chica. We zijn op weg naar een hotelletje. Het is een eco-village over een vrij onherbergzaam weggetje. Geen idee waar we hier uitkomen, eerlijk gezegd. Dit is echt een konijn trouwens. Ik sleep hem wel een stukje opzij. En dan kunnen zij er langs. Dan kunnen wij verder met ons diner. Taai konijn. Mag ik ook een stukje? Weet je wat? Ik sleep hem toch even terug. Nou,
dat zijn toch op de gortig. Kijk dan, ze zitten allemaal te wachten daar. Nou, laten we maar doorrijden. Opgeruimd staat netjes, denk ik. We zijn nu in Kalkmoel. En dat is een eco-village. En dan hebben we dus zo'n hutje. Liefje. Ligt daar al iemand vreselijk te chillen. Gelukkig klamboes. Gewoon een boom erin. Dan kijk je zo. Het wilde junglebos in. De badkamertjes zijn altijd reuze schattig met hele leuke kleurtjes. Kijk. Oh, ik zal even zwaaien. Sfeertje, hè? Lekker, hè? Oh, wat een goed sfeertje. En nu zijn we toch op een vreselijke plek terecht gekomen in Toulon. Moet je opletten. Ja. Dat zien we nou als we 's ochtends wat horen in dit hotel. Heerlijk is het hier. Heel vervelend. Goed. We zijn ongeveer een half uur later hier in Toulon. En dit is nu de situatie. Intussen hebben we een hond hebben we erbij. Kijk, hier ligt onze hond. Die is zeer tevreden. Wat we gedaan hebben weten we niet, maar hij is meteen... We hebben hem geaaid. Oh, we hebben hem geaaid. We hebben nu een verkleedpartij, want we moeten enorm naar het strand. Kijk, hier staat een halfbloot vrouw in de kamer. Nou, we hebben net gehoord dat er in Nederland een heel pak sneeuw ligt. Zo'n pak. Het is onder het vriespunt. Het is 31 december 2005. En het is 9 uur 's ochtends hier in Mexico. Tijd voor een lekkere duik in de zee. En het is extra lekker als je weet hoe koud het beneden mag. Nou, het zit erop. We zijn bij het vliegveld. Liggen nog lekker onder een fijne boom. Waar we velen van zijn. Maar nu we op reis zijn, denken we ook alweer aan boerenkool, stampot. Onze mannetjes. Onze mannetjes. Lekker houtvuurtje. Moet je kijken hoe jij erbij ligt. Van jou is het veel. Ik heb ook wel een tevreden gevoel. En ik wil hier zeker terugkomen met de kinderen. Je ziet er heel sexy uit. Echt waar? Ja. Ik kon me bijna niet voorstellen. Nee, toch is het zo. Maar dat is mooi om te weten. Tequila.
Wat zeg ik?